Op het dashboard van de MyLab-omgeving ziet u de kaft van het boek. Klik op de kaft om de MyLab te openen. Op de introductiepagina vindt u enkele algemene producten bij het boek. Links ziet u de inhoudsopgave met alle hoofdstukken. Door op een hoofdstuk te klikken ziet u alle producten die bij dit hoofdstuk beschikbaar zijn. Onderaan elke pagina ziet u een kopje docentenmateriaal. Hier staan materialen die enkel voor docenten zichtbaar en beschikbaar zijn. Met het kruisje rechtsboven komt u weer terug bij het dashboard. Door rechtsboven op uw naam te klikken, gaat u naar uw profiel. Hier kunt u uw profiel bewerken, waaronder het wijzigen van uw wachtwoord. Als u meerdere nieuwe MyLab-titels van Pearson gebruikt, dan kunt u die toevoegen aan uw account door op Product toevoegen te klikken. Hier voert u dan de toegangscode van de andere titel in.